Hallo, dag beste kijker. Mijn naam is Louis de Jager van Food Forest Institute en we zijn hier vandaag bij Dietmar Guillaume van De Moerbeiboom. Hij is een specialist in, zoals je het misschien al hebt gehoord, moerbeien en ook de kaki. Dus ja, Dietmar, vertel eens, hoe ben je bij deze passie terechtgekomen? Ja, dat is begonnen zoals, zoals dat bij iedereen begint. Eigenlijk niet echt een reden, gewoon de passie was er. Mijn eerste aanraking met een kaki was, ik denk dat ik 15 jaar oud was. Ja. Kakis lagen in de supermarkt, nog nooit gezien. Ah ja? De verwondering sloeg toe. En ja, dat was heerlijk, hè. Dat was heerlijk. Dus dat waren echt van die hele lekkere, smeuïge, zachte kakis. En ja, de vonk zat erin, hè. Dus vanaf toen... maar de passie voor planten, dat was er al voordien, hoor. Dat was, ja, dat was altijd al aanwezig. Maar die kakis, ja, dat was door de eerste ontmoeting met de kakivrucht. En heb je dan die bomen 15 jaar meteen gaan zoeken om zelf te planten? Of? Ja, wel, eigenlijk had ik toevallig ook een kaki waar een zaadje in zat. Ja. Nogal redelijk uitzonderlijk, maar want normaal zijn ze altijd pitloos. Maar daar zat een zaadje in, dus dat heb ik toen gezaaid. En ja, daar kwam een kakiboom van. Hè. Serieus? Uiteraard niet buiten geplant, want toen wist ik niet of dat wat winterhard was of niet. Ja. Ik kon trouwens ook heel moeilijk informatie vinden over kakis. Ja, dat was eigenlijk een onbekende vrucht. Trouwens, dat aanbod in de supermarkt toen was ook maar eenmalig. Want blijkbaar had die vrucht toch niet echt veel succes. Nee. Het is namelijk zo dat een kaki, als die hard is, is die ontzettend frang. Ja. Kan die niet eten, dus die moet helemaal zacht worden. Nu, de kakis die in de winkel verkocht worden, die waren hard, moeten zacht worden. Mensen weten dat niet. De verkopers weten dat ook niet. Nee. Omdat het nieuw is. Dus mensen proberen dat te eten, maar dat dat is een ramp. En door die tegenslag wordt dat dan niet meer gekocht. Er zijn zo nog een paar vruchten. Hè. De ananasguave bijvoorbeeld, dat is ook zo'n vrucht die men proberen lanceren heeft. Maar ook wegens slechte voorlichting en slechte nuttiging van de vrucht. Dat is eigenlijk gewoon omdat de mens tegen. Niet is opgeleid of niet weet, kan hij er niks mee doen. In het lanceergebied weet iedereen hoe je een kaki moet eten. Oh ja, dat is zo. Hm. Maar hier wist niemand dat. Ja, dus, als je hebt gezaaid, zijn er daar ooit vruchten aangekomen? Daar zijn ooit vruchten aangekomen. Ja, ja, dat heeft 15 jaar geduurd, maar uiteindelijk heeft dat toch vruchten gedragen. Ja. Ik heb het trouwens nog. Ja. Serieus? Hij moet dan een keer tonen. Het staat in de collectie. Ik weet niet of er nu momenteel iets van vruchten aangroeit, maar het staat er in elk geval. Maar toch heb je je bedrijf De Moerbeiboom genoemd en niet De Kakiboom. Ja. Omdat het is niet bij kakis alleen gebleven, dus de moerbei, dat is dan ook een tweede passie geworden. Ik vind dat de moerbei is eigenlijk de meest onbekende en de meest ondergewaardeerde vrucht die er is. Is dat zo? Het is een heel gemakkelijke vrucht, maar die is ontzettend ondergewaardeerd. In de moerbeien, alleen de moerbeiteelt eigenlijk, gaat ontzettend veel geld om. Dus in Azië zijn grote bedrijven gespecialiseerd in het veredelen, dus in het kweken van betere moerbeisoorten. Maar daar gaat dat enkel en alleen om het blad. Mag. Dus dat zijn soorten die ontwikkeld worden voor grotere en langere bladproductie. Met bladeren waar meer inhoudstoffen in zitten. Want de bladeren worden namelijk gebruikt voor de voeding van de zijderupsen. En de zijdeindustrie, dat is een gigantische industrie waar heel veel geld mee gemoeid is. Dus vandaar wordt het dus gebruikt voor de zijderupsen. Niet alleen dat. Moerbeibladeren worden ook gebruikt als veevoeder. Zelfs niet alleen als veevoeder. De garnaaltjes die je in de winkel koopt, de Aziatische garnalen, de ambas, worden ook gevoederd met moerbeibladeren, bijvoorbeeld. En zijn die moerbeibladeren zo speciaal dan? Die hebben heel veel voedingsstoffen, blijkbaar. Je kan ze zelf ook eten als je wil. Dus de jonge bladeren. Wij mogen dat ook eten als mens. Dus de jonge bladeren kan je gerust. Hier staat nu geen moerbei, maar gaan dat later wel zien. Maar dus de jonge blaadjes die kan je effectief oogsten, die kan je stoven, die kan je ook opeten. Maar is dat lekker? Ik ben er niet persoonlijk zot van, maar je kan het eten. Ja. Ja. Maar hoe dan ook, zoals ik zei, bladproductie. Nu, wat dat de vruchten betreft, daar is eigenlijk nooit echt selectie in gebeurd. En ik vermoed dat de reden daarvoor is
dat eigenlijk de moerbijen, vooral in Azië dan, zo veelvuldig overal voorkomen met vruchten, dat niemand echt de moeite doet om daar echt iets beters van te kweken. Dus net zoals hier moest het hier nu overal volstaan met appels en peren en dergelijke. Zou dat niet verkocht gaat ook niemand worden? Echt, ja, ja. Gaat niemand appels en peren kopen. Dan gaat ook niemand echt die fruitsoorten beginnen verbeteren en verbeteren, want ze groeien overal. Dus ja. Dat is eigenlijk, denk ik, de reden dan. Bij ons is dat niet het geval natuurlijk. Hè. Enfin, je vindt er wel veel, maar toch niet... dat ze zo overal te vinden zijn. Maar dus, er is heel weinig veredeling gebeurd wat dat vruchtkwaliteit betreft. Dus dacht ik van, ja, dat moet ik doen. Hè. En dus daar zijn je veredelt zelf? Ja, ik veredel zelf. Dus we zijn er al jaren mee bezig. En je hebt dus variëteiten gevonden die dikke, vette vruchten geven? Ja, wel. Er zijn een paar doelstellingen in het kweken van moerbijbomen. Dat is ten eerste winterhardheid, ten tweede voorjaarsvorstbestendigheid, ten derde lekkere grote vruchten natuurlijk. Hè. Dat is eigenlijk, zijn eigenlijk de drie zaken waar we naar zoeken. Het was mijn bedoeling om de twee beste moerbijsoorten die er zijn te kruisen. En dat is dus de zwarte moerbij, de Morris nigra. Een soort die Pakistan, enfin, een variëteit die men Pakistan noemt, dat is ook gekend als de Himalaya moerbij, Morris macrura. Een Aziatische moerbijsoort dus. Ja. Nu, de zwarte moerbij, Morris nigra, heeft heel lekkere, pikzwarte, sappige vruchten. Volgens velen zijn dat echt de beste. Ja. Ik vind ze ook echt ongelooflijk lekker. Maar het nadeel daarvan is, ze hebben geen steeltje. Enfin, ze hebben wel een steeltje, maar het is heel, heel kort. Het vruchtje hangt dus eigenlijk tegen het twijgje geplakt. Als je de vruchten wil plukken, zelfs al zijn ze zwart, soms komen ze gemakkelijk los, maar soms ook niet. Daar zit weinig logica in. Maar langs de andere kant zijn er dan rode vruchtjes die nog niet rijp zijn en wanneer je eraan komt, valt ze er al af. Dus heel bizar. Ja. Nu het resultaat ervan is dat als je die plukt, dat je natuurlijk helemaal onder het sap zit. En dat je die vruchten ook niet kan bewaren, want meestal zijn ze toch wel lichtjes gekwetst. En na 1-2 dagen in de koelkast beginnen ze al te schimmelen. Ja. Dus vandaar dat je die twee met elkaar wilt mengen. Nu, de Pakistan moerbij, dat is een moerbij met vruchten van 7 tot 9 centimeter ongeveer. Dus dat zijn echt lange vruchten. Die hebben een lange steel, dus je kan die heel gemakkelijk plukken. Ongelooflijk lekkere smaak. Anders dan de zwarte moerbij, maar zeker even lekker. Maar gewoon anders. Ja. Nu het probleem is, die is veel minder winterhard en die loopt in de lente nogal vroeg uit. Dus die is voorjaarsvorst gevoelig. Terwijl de zwarte moerbij bij ons toch wel zeker voldoende winterhard is. En in de lente heel laat uitloopt, waardoor dat die nooit last heeft van lentevorst. Ja. Dus ik heb die twee gecombineerd in de optiek om dus het beste van beide te verkrijgen. Moet je daar 15 jaar op wachten? Maar zo gemakkelijk lukt dat niet. En doet dat dan 15 jaar tegen dat je resultaat hebt? Ja. Dus pas na 15 jaar weet je of het gelukt is of niet? Het probleem is, dus de zwarte moerbij, dat is een weetje, die heeft het grootste chromosoomgetal van alle planten. Uitgezonderd enkele varens die nog een hoger chromosoomgetal hebben. Serieus? Maar dus afgezien van dat heeft dus de zwarte moerbij het grootste chromosoomgetal, namelijk 308. Wauw. Dus gigantisch. Ja. Hoe heeft de mens een moerbij is dus 22 ploïd. Dus, hoeveel heeft de mens er? Goeie vraag. 48, 84? Nee. Is het zoveel? Ik denk niet dat het zoveel is zelfs. Nee. Hoeveel chromosomen heeft de mens, weet je het? Het is geen 23. Ik dacht dat het zo was. Ja. Het maakt niet uit. Het is veel meer, hè. Nu, dus die zwarte moerbij is heel moeilijk te kruisen wegens het chromosomengetal. Het is namelijk ook zo dat zelfs de zaailingen van die zwarte moerbij ook heel moeilijk opgroeien, omdat ze meestal na een paar jaar vanzelf wegkwijnen door het hoge chromosoomgetal. Dat is een freak of nature. Nu, die Pakistan moerbij, die heeft een lager chromosoomgetal, maar ook nog een hoog. Dus ik heb die twee gekruist. Dat heeft jaren geduurd eer ik iets van leefbaar, kiemkrachtig zaad kreeg. Ja. Ondertussen heb ik
denk ik, 8 hybrides. Ja. Nu, de eerste hybrides was ongeveer 15 jaar geleden. En het heeft dus effectief 15 jaar geduurd. En is het gelukt? Eer die voor het eerst bloeien en vrucht dragen, effectief. Ja, ja, ja. Echt waar, zo lang duurt dat. Nu, het rare ervan is, de Pakistan moerbei is de zaadleverende boom. Ja. De zwarte moerbei levert het stuifmeel. Ja. Nu, de zaailingen van die Pakistan moerbei, dus, de kruising eigenlijk, zijn eigenlijk bijna identiek aan de zwarte moerbei. Het enige verschil is dat het een dwergvorm is. Maar. Dus, de vruchtjes zijn even groot als de zwarte moerbei. Het zijn dus niet de hele lange vruchten geworden. Het zijn dus vruchten zo groot als de gewone zwarte moerbei. Maar het is dus eigenlijk een dwergvorm van de zwarte moerbei. Ja. De vruchten rijpen ook een beetje vroeger dan de zwarte moerbei. Maar verder is die dus ook even winterhard, loopt ook laat uit en zo verder en zo verder. Ja. Dus het is eigenlijk een nieuwe variëteit nu. Die zeer interessant is, ja, die zeer interessant zal zijn, vooral voor kleine tuinen, ja. Omdat het dus een dwergvorm is. Hè. Amai. Dus die, ik weet nog niet hoe hoog die uiteindelijk zal worden, omdat die redelijk recent is natuurlijk. Dus je kan niet zeggen van die wordt 10 meter hoog of zo. Dus... Maar de boompjes die ik nu heb, zijn in elk geval zeer, zeer, zeer compact. Ja. Je bent tevreden van het resultaat? Ik ben zeer tevreden van het resultaat. En de komende jaren zal dat wel verkrijgbaar zijn. Fantastisch. Merci. Er moet meestal nog kwekersrecht aangevraagd worden. Dus en dan komen die moerbeien op de markt. Fantastisch. Ondertussen werken we verder met kruisingen uiteraard. En dan, want dat is dus het F1-stadium. Van die kruising werken we nu verder naar andere kruisingen. En dat gaat nu een stukje gemakkelijker al. Dus, Oké. Ja, het is een levenswerk. Hè. Voilà.